Goedendag, lieve mensen, zowel in Suriname als in Nederland. Welkom bij het gesprek met Diaspora VHP Vrouwen, mede mogelijk gemaakt door Amor FM. Vandaag verwelkomen we Krishna Mathura, DNA-kandidaat nummer 1 van VHP in kiesdistrict Paramaribo. Hallo, zus Krishna. Hallo, zus Gayatri. Hi, hoe is het? Alles goed? Met mij? Goed, Annie. Gaat heel goed. Oké. Ja, en ook tevreden over de campagne zoals die verloopt? Ja, heel erg tevreden. We worden heel enthousiast ontvangen onder de mensen. We zijn er overal. Mensen soppen, mensen tuteren, mensen poweren, mensen steken hun duim naar boven, weet je. Dus het is allemaal heel enthousiast. En je merkt aan mensen dat ze echt toe zijn aan verandering, dat ze eigenlijk een nieuwe tijdperk willen hebben. Ja. Een nieuwe tijdperk met vooruitgang. Ja, nou dat past precies in het straatje van VHP, hè? De boodschap van hoop. Inderdaad, boodschap van hoop. VHP brengt hoop. VHP is transparant. VHP is integer. VHP brengt vrijheid. VHP brengt ontwikkeling. VHP brengt vooruitgang gewoon. Ja, en dat gaat niet ongemerkt voorbij, begrijp ik. Nee. Heel veel mensen, de partij groeit elke dag. Mensen komen zich aansluiten elke dag. Waar kan ik me inschrijven? Wanneer krijg ik mijn lidmaatschapskaart? Mensen vragen materiaal, heel veel materiaal. Want als ik naar de stembus ga, dan moet ik helemaal vol oranje gekleurd zijn. Dus we kunnen die aanvragen soms niet eens aan. Zoveel aanvragen. Maar het is een heel enthousiaste en vrolijke sfeer in Suriname. Zeker wat de campagne betreft. Ja, nou dat is fijn om te horen. Want het wordt toch echt spannend onderhand. Maar ik heb gelezen dat jij wel hebt gezegd van een presidentskandidaat moet integer en kundig zijn. Nou, dat zou je zeggen, het is een vanzelfsprekendheid. Maar wat versta jij onder integer en kundig? Nou, kijk, we zijn toe, laat me dat alvast beginnen te zeggen, we zijn toe aan nieuw leiderschap. Mm-hmm. En leiderschap dat inderdaad integer is. Wat ik versta onder integriteit is zuiverheid, is puurheid, is eerlijkheid, volmaaktheid, of nou niet volmaaktheid. Ja, laat me het anders zeggen, niet volmaaktheid, maar zuiverheid. Een leider die een voorbeeld is voor alle Surinamers. Alle Surinamers moeten zich terug kunnen vinden en moeten respect kunnen opbrengen voor zo'n leider. Een leider die gedragen wordt. Een leider die Suriname op een waardige wijze leidt en vertegenwoordigt naar het buitenland toe. Ja. Dat versta ik onder integriteit. En kundigheid versta ik dat een leider in staat is, weet je, dat hij de juiste kennis heeft, dat hij de juiste normen en waarden heeft, dus de juiste attitude heeft, maar ook de juiste vaardigheden, kennis om eigenlijk het land te sturen, alle ministers, maar het hele volk daar te brengen waar ze uit zichzelf niet kunnen gaan. Dus een leider met een visie, waar Suriname de komende 10, 20 jaar naartoe gaat. Een ontwikkeld land, de beste in heel Latijns-Amerika. Kundig ook om de communicatie met het volk op gang te brengen. En iedereen te enthousiast te maken, te stimuleren, te motiveren. Om zich in te zetten voor dit mooie land. En verbindingen te leggen. Mensen, groepen te binden. Kijk, we zijn een multi-etnische samenleving. En we moeten niet meer in hokjes denken. We moeten dwars door die etnische scheidslijnen. En culturele scheidslijnen. En religieuze scheidslijnen. We zijn gewoon Surinamer. Hoe we ook eruit zien. We zijn Surinamers. En we moeten nu weten dat we één doel hebben. En dat is de ontwikkeling van Suriname. Waar alle Surinamers gelukkig zijn. Dat versta ik onder een kundige leider. Niet zeg maar uitvergroten van de verschillen. En mensen tegen elkaar ophitsen. Nee, dat is niet wat ik daaronder versta. Ja, nou, normaal zou ik zeggen een schaap met 5 poten, dat is hartstikke goed. Maar als ik jou zo hoor, dan denk ik, nou, aan 10 poten heeft hij niet genoeg.
Inderdaad, een leider moet op verschillende fronten bezig zijn. Dus heel veel poten moet hij hebben. Ja, inderdaad. Je moet overal wel een beetje erbij kunnen zijn. En het volk, en toch wel dicht bij het volk, maar als het erop aankomt, wel besluiten durven te nemen. Snap je? Ja, helemaal. Ja. Moet echt toegankelijk zijn, maar ook in staat zijn om vanuit boven te overzien de hele situatie. Mm-hmm. En daar waar nodig op te treden en besluiten te nemen. Snelle besluiten, goede besluiten, goed doordachte besluiten, die moeten genomen worden. Ja, en dan kun je niet iedereen plezieren. Dat is duidelijk. Hè? Dat is zo duidelijk, want we willen uiteindelijk een veilige, ordelijke samenleving hebben. Mm-hmm. En ordelijke samenleving betekent dat mensen zich moeten houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. En daar waar mensen zich niet houden aan de regels, dan kan je niet dat ook over je heen laten en doen alsof je dat niet ziet. Dan moet je optreden. Ja. Dan moet je optreden. En in de afgelopen periode is wat dat betreft taal niet opgetreden. Als ik kijk naar bijvoorbeeld de middelen die de staat geleend heeft, de regering geleend heeft, en hoe de besteding van de middelen is geweest en dat er heel weinig transparantie is geweest. Mm-hmm. Dus we weten niet of alle gelden terecht zijn gekomen bij het volk, want het zijn gelden van het volk. En wat het resultaat is van die gelden, maar dat zien we zo niet. Mm-hmm. Ja, dan zeg ik van het leiderschap heeft gefaald om die transparantie en die verantwoording af te leggen. En want dat zijn de twee belangrijkste elementen van goed bestuur. En daar moet absoluut wijziging in komen. De nieuwe leiders moeten 100% transparant zijn, verantwoording afleggen. En er moet geen enkele tolerantie zijn met betrekking tot corruptie. Ja, je hebt het nou over inderdaad diefstal van het volk. Dat is wel het ergste wat je kunt bedenken, dat leiders doen van een land. Maar ik denk ook gelijk aan de verstoring van wat trias politica, dat ook niet zo serieus wordt genomen. Helemaal. Kijk, wat er in de afgelopen periode is geweest, dat de fundamenten van de trias politica, dus dat de scheiding van de machten en helemaal uit balans is geraakt. De parlementaire controle, dus de controle die door het parlement uitgeoefend zou moeten worden op de regering, is zeer verzwakt. Het parlement heeft echt, wat dat stukje betreft, de coalitie heeft gefaald om die controle uit te oefenen. En dat heeft eigenlijk de regering versterkt in haar handelen om wettelijke procedures op te schorten en naast zich neer te leggen. We zien het bijvoorbeeld aan aanbestedingen, dat er geen openbare aanbestedingen zijn gehouden voor een groot deel. Dus dat moeten we niet hebben. We willen dat, daarom is trias politica heel belangrijk, daarom is democratie heel belangrijk, dat er geen misbruik wordt gemaakt van het mandaat van het volk. Want het volk zet leiders daar in de hoop en de verwachting dat die leiders zuinig omgaan met het geld van het volk en het meeste geld teruggaat naar het volk weer, dat er dingen voor het volk gedaan worden. En dat hebben we niet gehad, althans niet optimaal gehad. Heel veel gelden zijn nogmaals niet verantwoord en je kan nauwelijks controleren hoeveel wel is gegaan en hoeveel niet is gegaan. Persoonlijk vind ik dat veel meer had kon worden gedaan met al het geld dat de regering heeft gehad. En daar is onze kritiek ook op. En dat zal de nieuwe regering niet moeten doen. De nieuwe regering zal alsnog die verantwoording moeten afleggen door onderzoek van alle stukken. Zodat inderdaad we weten van wat teruggevloeid is, wat is met gedaan met het geld. En zelf ook een legacy moeten achterlaten, een nalatenschap moeten achterlaten van dat we dienaars zijn van het volk. Dat we zuinig omgaan met het geld. Dat we de problemen van het volk op de eerste plek zetten. En dat we keihard werken aan de oplossing van de problemen. En dat we basiszaken, basisbehoeften, zoals gewoon de levensbehoeften, dat we die betaalbaar maken. Dat we mensen een dak boven het hoofd geven.
dat we mensen voorzien van een baan, zodat ze onafhankelijk zijn en dat ze in hun eigen levensbehoeften kunnen voorzien. Dat we verder onderwijs garanderen, toegang tot gezondheidszorg garanderen. Dat zijn hele basale dingen die het volk nodig heeft en die ze nu niet hebben. Ja, dat hebben ze nodig om zelfredzaam te zijn. Ik hoor je praten over regeermandaat van het volk. Ja? Kun je even toelichten waarom VHP maximale regeermandaat van het volk nodig heeft? Nou, de situatie, de financiële situatie, ons land is in principe in hele grote financiële problemen. En wij moeten dit oplossen. Wij moeten, deze regering gaat dat niet kunnen doen. Ze hebben het in de afgelopen 10 jaren hebben gezien dat er niet is opgelost. Dus ons land moet gewoon nieuwe verantwoordelijke leiders krijgen. Die in staat zijn, die integer zijn, die kundig zijn om Suriname uit deze situatie te halen. En de ontwikkeling op gang te zetten. Daarom is het noodzakelijk om op de VHP te stemmen. Want de VHP heeft. Wordt geleid door integere leiders. De VHP heeft een heel goed doordacht wederopbouwplan. De VHP heeft ervaring. De VHP heeft kundigheid in huis. De VHP is een partij die openstaat voor elke Surinamer. De VHP is een partij die Surinamers bindt. De VHP is een partij die, die nationaal en internationaal ook gedragen wordt. De leiding straalt heel veel vertrouwen uit naar het buitenland. Dus dat zijn zaken die we nodig hebben om dit land te ontwikkelen. En VHB is ook een voorstander van samenwerking met deskundige mensen die belang van Suriname op de eerste plek hebben. Integere mensen. Dus daarom is het noodzakelijk dat mensen kiezen voor VHB. Zodat we met elkaar dit land naar ontwikkeling kunnen brengen. Ja. Verder ontwikkelen. Ja, precies. En een speler van wereldniveau, want die potentie, dat heeft Suriname. Klopt. Ja. Suriname is een rijk land, is geen arm land. Is rijk aan potentie, rijk aan natuurlijke hulpbronnen. Ja, we hebben echt heel veel natuurlijke hulpbronnen, maar ook vriendelijke mensen. We hebben een rijk cultuur. Daar staan we bekend, een rijk milieu, een gezond milieu. Dus we zijn een zeer gezegend land. Ja. Het enige waar het fout gaat is het bestuurlijke, politiek bestuurlijke. En dat komt omdat keuzes gemaakt zijn. En we merken dus dat het vertrouwen dat mensen hebben gegeven aan leiders, dat die vertrouwen verkwanseld zijn. Dat de beloftes niet zijn nagekomen. En dat in plaats van werken voor het volk, mensen voor zichzelf hebben gewerkt. En dat is het verschil met de VHP. Dat is eerder bewezen. En dat gaat VHP weer doen. Ja. Dat wij het vertrouwen van het volk niet beschamen. Dat we keihard werken. En dat we Suriname inderdaad ontwikkelen. Ja, want die misleiding, dat is nu wel heel duidelijk bij het volk. Dat ze dat doorzien. Want ik heb ook de beelden gezien dat politieke partijen elkaar op straat tegenkomen tijdens de campagnevoering. En samen gaan dansen. Kunnen we dit als voortekenen beschouwen van een besef dat alleen samen met elkaar Suriname uit het slop kan worden getrokken? Ja, dit is het besef onder het volk. Dat we samen dit land ontwikkelen. We zijn Surinamers. Maakt niet uit van waar we zijn gekomen. Maar hier hebben we een hele zware verantwoordelijkheid op onze schouders. Dat wanneer ons land in grote financiële problemen is, dat we dit niet zo kunnen laten doorgaan. Maar dat we iets moeten doen voor ons land. En dat iets voor ons land moeten doen is stemmen. Is absoluut naar de stembus gaan. En absoluut je stem uitbrengen. Een andere partij dan de huidige. Maar het stemmen voor deze regering is eigenlijk door laten gaan wat er in de afgelopen 10 jaren heeft plaatsgevonden. En dat heeft Suriname niet veel goeds gebracht. Dus dat betekent dat we moeten veranderen, vernieuwen. En dat is waarom ik het volk vraag om te stemmen op de VHP. Zodat we inderdaad verder kunnen gaan. Ja, want
Daarmee zeg je ook dat deze verkiezingen ontzettend belangrijk zijn en dat elke stem telt. Elke stem telt en elke Surinamer heeft de plicht om niet aan de kantlijn te staan, maar actief mee te helpen aan verandering van de situatie. Niet alleen voor zichzelf, maar voor alle andere Surinamers. De keus die Surinamers moeten maken is een heel, heel belangrijke keus. De keus van Suriname, die Surinamers gaan maken, gaat bepalend zijn voor de toekomst. Gaat bepalend zijn of er een glimlach komt op de gezichten van andere Surinamers. Gaat bepalend zijn of andere Surinamers de komende periode beter gaan worden of niet beter gaan worden. Dat is de keus die rust op elke Surinamer. Dus op 25 mei, op maandag aanstaan. Ja. Het is voor jezelf, het is voor, zeg het eens, je medelandgenoten. En het is gewoon voor het hele land en het volk als je gewoon die ene stem die je hebt uitbrengt. Klopt, klopt. Ja. Ja. Het is het minimaal wat we kunnen doen voor ons land. Ja. En ik geloof dat elke Surinamer dat ook beseft, dat wanneer je land in problemen is, mm-hmm. dat we verantwoordelijkheid moeten nemen en gaan kijken van wat is het minimale wat ik kan doen voor mijn land. Mm. En het minimale wat ze kunnen doen is 1 gaan stemmen. En 2 is stemmen op de VHB. Zodat daadwerkelijk je oplossing komt. Ja. Nou, dan is het ook duidelijk waarom ook op jou te stemmen. En zeker in Paramaribo. Ja, ik ben in Paramaribo de lijsttrekker nummer 1 op de VHB-lijst. Ja, stemmen op mij betekent, en dat heb ik de afgelopen 5 jaar laten zien, dat ik durf mijn stem te laten horen, dat ik geen ja-knikker ben, dat daar waar het beleid manco's vertoont en niet correct is, dat ik mijn stem laat horen, dat ik kritisch ben, dat ik transparant ben, dat ik goed doordachte discussies niet uit de weg ga, dat ik mijn presentaties in het parlement, heb ik ook goed voorbereid. En dat ik vrouwen, de stem ben van vele vrouwen die niet in de politiek zijn, maar die hun problemen niet op tafel kunnen leggen, op de agenda kunnen brengen. Mm-hmm. Dat ik ook een stem voor hun ben in het parlement. En dat ik ga voor 100% transparantie en dus geen corruptie. Zero corruptie voor mij. Ja, nou, dat is hartstikke fijn om te horen. En ik denk dat zeker voor de vrouwen, maar ook de mannen. Want niemand wil het zoals het nu is en verandering moet komen. En jouw verhaal zo horende gaat dat komen als VHP regeermacht krijgt. Ja, we hebben altijd alle ondersteuning van mannen. En die ondersteuning vraag ik ook van alle mannen. Mm. Dat we moeten ondersteunen om te veranderen. We moeten vooruit gaan, we moeten veiligheid hebben in dit land. En daar heb ik mijn stem de afgelopen jaren laten horen. En ik hoop dat ze mij een mandaat geven om wederom in het parlement zitting te nemen. Zodat ik het werk kan afmaken. Dat ik door kan gaan met het werk. En die doelen die we hebben voor Suriname, dat we die doelen absoluut kunnen gaan realiseren. Nou, dat is een, dat heb je heel helder gesteld. Ik denk dat iedereen dat begrepen heeft. Ik in ieder geval wel. Ik wil je danken voor het gesprek, Krishna. En je heel veel succes wensen met je campagne. Ja? Dank. Ja. Graag gedaan. Dank je wel. Graag gedaan. Nou, jij ook bedankt voor het maken van je tijd. Hè? En we houden gewoon contact. Want het wordt heel spannend onderhand. Hè? Inderdaad, heel spannend. Iedereen kijkt naar 25 mei. En zeker in de nacht, 26 mei, wanneer de stemmen beginnen. Wanneer de stemmen geteld worden. Ja, ja. Dat zal erom spannen. Nou, ik ga afsluiten en nogmaals dank. Ja? Graag gedaan. Ja, dank je. Diaspora VHP-vrouwen dankt Amor FM voor het bieden van een podium aan de vrouwelijke VHP-kandidaten. Van hieruit aan een ieder en een hele fijne voortzetting van de dag toegewenst. 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 Toegewenst.
Toegewenst.